Vanaf de A28 is goed te zien hoe snel de NAM vordert met de aanleg van een nieuwe gasleiding van Sappemeer naar Norg. Een 47 meter breed spoor in het landschap, alsof er een weg wordt aangelegd. En dat klopt tot op zekere hoogte. De leiding die we leggen, die is ook groot. De diameter van de leiding is 1,20 meter. We moeten de verschillende grondlagen moeten we goed afzetten. Daarna moet er een rijbaan van zand moet aangelegd worden, zodat de buizen het veld in kunnen worden gereden. En dat vergt dat je deze breedte wel nodig hebt. De bovenste laag vruchtbare cultuurgrond wordt afgegraven. Bij de groeven liggen al honderden meters leiding klaar om aangelegd te worden. Het tracé is bekend omdat er evenwijdig al een andere leiding van de GasUnie ligt. De NAM doet het nu zelf. Dat is omdat de huidige pijpleiding van de GasUnie onvoldoende capaciteit heeft. En u wilt er zelf één bij hebben en in eigen beheer houden? Ja, wij gaan de capaciteit van de ondergrondse gasopslag te Langelo gaan wij vergroten. En daarvoor is het nodig dat er ook een nieuwe pijpleiding tussen het Groningen gasveld en de ondergrondse opslag te Langelo komt. Archeologen zijn ook geïnteresseerd. Op 6 plekken doen ze onderzoek. Ik heb begrepen dat hier een vuurhaard ontdekt is of mogelijk ontdekt is. En de archeologen zijn dat nu nader aan het onderzoeken. Moeilijke punten zijn de spoorweg, het Noord-Willemskanaal en de A28. Het is zo dat geen enkele asfaltweg opgegraven wordt. Daar wordt allemaal onderdoor geboord. Wanneer gaat u onder de A28 door? Dat zal in juni van dit jaar zijn. Eind dit jaar ligt de leiding dik 1,5 meter onder de grond. Het aansluiten en inregelen duurt dan nog een jaar.